Als Harry gaat rennen, zet dan de hekken maar open. Oudere ADO-fans weten dan precies over wie ik het heb. De Limburgse rechtsbuiten, Harry Heijnen. Maar Harry is ziek en heeft niet lang meer te leven. En daarom wilde hij zijn clubpie nog één keer zien spelen. Harry, Harry, Harry. Harry, hoe was dit? Oh, nou, ik vind het zo mooi dat ik dat zo hier mee mag maken. En ik geniet ervan. Na deze geweldige ontvangst gaat Harry naar binnen. Daar wordt hij onthaald door oud-ploeggenoten. Ik had natuurlijk wel wat verwacht. Omdat deze club die hier nou allemaal, ja allemaal, man of tien ervan, die zijn 2-3 keer bij mij in Venlo geweest. In die afgelopen anderhalf jaar dat ik dan ja, zo ziek ben geweest. En dan denk je als je een keertje terug gaat en je komt ook hier, dan dat gevoel had ik, daar staan die gasten er. En daar stonden ze allemaal. Hè. Ik wist het dat ze er stonden, maar toch doet het me wat. Ja. Mooi. Ja. Hij is zo ziek. Hij ja, dat knokt er echt voor. Hij doet er heel veel zelf aan. Ja. Ze krijgen me niet zomaar, zegt hij. En mooi dat zijn laatste wens, of tenminste ja. Een van zijn laatste wensen, in ieder geval in vervulling gaat. Ja, dat is geweldig. Dat is onbetaalbaar zoiets hoor. Ja, heel erg fijn. Jullie ook mooi, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. Hij geniet ervan. Wat willen we dan nog meer? Hè? Zijn dag, hè? En dan de wedstrijd. Er is genoeg reden tot juichen vandaag. Het is wel altijd een lekker gevoel. Na 2-0 de rust in gaan. Een stuk een beetje een soort afscheid? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft zelf namelijk ook gezegd dat er nog één droombenis had. Dat hij naar ADO nog één keer wilde zien. Dus ik heb het idee dat hij zelf ook wel voelt dat dit de laatste keer is dat hij hier in Den Haag bij het KSR-stadion geweest is. Ja, mooier dan dit kan bijna niet, hè? Mooier kan niet, nee. En we hebben net ook gezegd van ja, je moet meer komen. Hij brengt de punten, brengt hij. Ja. Kippenvel. Ja, mooi. En dan die wedstrijd dat er zo mooi verloopt. Ja, voor alles en iedereen hier. Hartstikke mooi. Ja, met veel plezier ga ik terug naar Venlo dadelijk. En dat zitten we nog een hele tijd mee. ADO wint uiteindelijk met 4-1. En de helden van weleer gaan nog één keer op de foto.